Het Sinterklaasjournaal met Ritske Kooistra. Hallo allemaal, leuk kijk naar Sprits met een nieuwe video. Ik ben Ritske van Konijn 5 en vandaag de allereerste aflevering van het Sinterklaasjournaal Friesland. En ik ben hier samen met Maatje. Hallo! En we gaan naar het Sinterklaas intocht in Leeuwarden. Heb je een beetje zin in, Maatje? Ja. Ja, maar wat heb je meegenomen? Lekkere. Pepernoten! Oh, ik denk dat ze er niet uitvallen. Heerlijk, ziet er lekker uit, Maatje. Ik zou zeggen, proef er eens eentje. Maar ik heb ze gekregen van iemand op straat. Oh, in Leeuwarden? Ja. Oh, dat nou, was wel lekkere pepernoten, denk ik. Proef er eens eentje. Ja. Ja, zijn lekkere pepernoten. Nou, dat is mooi. Ik ben benieuwd, waar heb je een beetje zin in de intocht, Maatje? Intocht? Intocht van Sinterklaas. In Leeuwarden, weet je nog? Ja. Maar ik dacht intocht van Kerstman. Kerstman? Ja. Kerstman. Met intocht Sinterklaas. Kijk, waarom heb ik dan nog een pietermuts op? Toch, ik dacht dat de Kerstmanmuts was. Hè? Want ik wil kerst vieren. Kerst vieren? Heb jij het dan weer over? Ja. Maar wat doe je nou? Ik ga kerst vieren! Nou, graag. Hè? Oké, wacht even. Dit snap ik niet helemaal, dames en heren. Dat is heel gek. Maatje die kerst wil gaan vieren. Ik stuur die beelden door naar de onderzoeker en die moet het maar gaan onderzoeken, denk ik. Want ik snap er helemaal niks van. Misschien heeft Marijn er iets mee te maken. Ik vraag de onderzoeker wel even. Yo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik van Marijn's Company, een bedrijf die pepernoten leveranceert. Volgens mij zeg je dat zo. Daar heb ik pepernoten van gekregen. We gaan proeven. Ik heb ook van die schuime hartjes zoals je daar ziet. Maar die kreeg ik gewoon gratis bij als pakket. Dus laten we gewoon de pepernoten proberen. Ik hoop dat het lekker zijn. Ik hoop dat het een beetje van die, echt een beetje die kruiden. Kijk. Je kan hem zeggen, pepernoten zijn lekker. Waarvoor heb ik deze video gemaakt? Sinterklaas pepernoten uitproberen. Dat is de titel voor de... Wat is Sinterklaas? Ik weet wel wat Sinterklaas is, maar Sinterklaas? Dat weet ik niet meer. Ik ga even naar het nieuws kijken. Sinterklaas komt dit jaar eerder dan verwacht. Wat is Sinterklaas? Jongens, weten jullie het? Zijn deze pepernoten vergiftigd? Ah, het zal me niet. Ik neem er gewoon nog één. Eigenlijk zijn die stomme pepernoten klaar. Nooit graag dat ik heel mijn leven pepernoten zou maken, want ik haat Sinterklaas. Door hem zat ik in de fucking bak. Nou, nog één klein speciaal receptje toevoegen. Speciaal... van mijn bedrijf. Een speciaal heel klein beetje zo. Niet te veel, dan is het niet meer lekker. Mensen moeten het wel lekker vinden, anders wordt het niet gegeten, hè? En nog een heel klein beetje hier zo. Zo, zo. Die ook allemaal nog een heel klein beetje. Come up, die nog een paar. Jij, die laatste paar. Zo, hoppatee. Weg ermee. Nou. Nu zijn alle pepernoten klaar, dan kan ik ze aan iedereen uitgeven. En als ze de pepernoten eten, vergeet ze wie Sinterklaas is. En dan zullen ze nooit meer een Sinterklaasfeest vieren. En dan kan er eigenlijk die Sinterklaas niks meer doen. Had ze me maar niet in de bak moeten gooien. Ja, ik heb deze trouwens eigenlijk niet nodig, die heeft uiteraard wel.